Een trilling is een beweging. En beweging is energie. Kortom, een mooi onderwerp om eens verder uit te diepen. We gaan van... We kijken eerst naar een slinger. Ja, een slinger, hier zie je een trillend punt, bevestigd aan vinger. Slinger beweegt rond de evenwichtige stand. En we kijken naar de evenwichtige stand en naar de uiterste standen. In de uiterste standen zie je dat hij maximale hoogte heeft, maar minimaal snelheid. Minimaal, gewoon nul dus. En in de evenwichtige stand, daar is de hoogte minimaal. En we zeggen gewoon van, hé, daar is de hoogte nul. En daar is snelheid maximaal. Dat vertalen naar energie krijgt dus dat de hoogte heeft te maken met hoogte zwaarte-energie. Die is daar maximaal, m keer g keer h is maximaal. En de kinetische energie daar, half mv kwadraat, is 0. En in de evenwichtige stand is het net andersom, m keer g keer h is 0. En een half mv kwadraat is maximaal. Voor een veer kunnen we hetzelfde zeggen. Een veer, ja, een beweging rond de evenwichtige stand. En hij krijgt een maximale uitwijking boven en onder. Hij wordt maximaal uitgerekt of maximaal ingeduwd. En betekent dus in de uiterste stand is de uitrekking maximaal of de indrukking maximaal. Snelheid is daar 0. En in evenwichtige stand, net andersom, ja, de uitwijking, uitrekking in evenwichtige stand is 0. Maar hij heeft een maximale snelheid omgezet naar energie. De energie bij een veer is een half cu kwadraat. Die is dus dan maximaal bij een maximale uittrekking. En voor de kinetische energie, bewegingsenergie, is natuurlijk gewoon een half mv kwadraat. En in evenwichtstand, net aan de zon, veerenergie 0, kinetische energie is daar maximaal. Kortom, wat gebeurt er bij een trilling met de energie? De energie die gaat constant heen en weer. Hij wordt of een keer bewegingsenergie, of hij wordt potentiële energie. Potentiële energie en alle energiesoorten die geen bewegingsenergie zijn. Hè? Dus ook zwaarte of veerenergie. En de trillingsenergie die gaat constant tussen deze twee heen en weer. Dus, maar ondanks dat de energie constant heen en weer wordt geslingerd, heb je nog steeds te maken hier met de wet van behoud van energie. Oftewel, wat er ook gebeurt, ja, het is altijd zo dat de potentiële energie plus de bewegingsenergie constant is. Oftewel bij de slinger en bij de veer zijn die twee samen opgesteld altijd constant. We gaan het even met een voorbeeldje bekijken. Ja, je hebt een veer. Veerconstant is gegeven. Massa is gegeven. En hij wordt 4 cm naar beneden getrokken. En daar wordt hij losgelaten. Oké, nog even de gegevens dus in het rood. 5, 400 en 4 cm. En natuurlijk begin je altijd met het opschrijven van die gegevens. Mooi op een rijtje. En als het even kan, meteen in de juiste eenheid, dus kilogram en meters. Dit is even belangrijk. Eigenlijk belangrijker dan wat er gevraagd wordt. Daar kijk je nu pas naar. En wat wordt er gevraagd? Hey, de amplitude, nou, je ziet, die heb je al opgeschreven. Die is dus 4,0 centimeter of 0,040 meter. Let op significantie. En de trillingstijd bij een veer, nou, die is eenvoudig te berekenen, hè, want die kon je berekenen met 2 pi keer wortel van m gedeeld door c. Dus invullen krijg je 1,8 seconden. B. Gevraagd wordt met welke snelheid gaat de massa door de evenwichtstand. Wel, in de evenwichtstand, wat is dan de snelheid? Nou, in de evenwichtstand is de snelheid natuurlijk maximaal. Ja, oftewel, de totale energie in de evenwichtstand, die is daar gelijk aan de kinetische energie. Want daar is de veerenergie 0 in de evenwichtstand. Dus als ik E totaal kan berekenen, dan kan ik ook V de snelheid berekenen, want de massa is bekend. En E totaal, die kan ik berekenen, namelijk in de uiterste stand. In de uiterste stand is de totale energie gelijk aan de veerenergie. Ja, let dus op, hè. In de evenwichtige stand is je gelijk aan de kinetische energie, want dan is de veerenergie 0. En in de uiterste stand is de totale energie gelijk aan de veerenergie, want dan is de kinetische energie 0. En de veerenergie is een half cu kwadraat, maar in de uiterste stand vul je dus voor u de maximale u in, en de maximale u is gelijk aan de amplitude, 0,04 meter. Oftewel, je kunt dat invullen en je weet dus dan dat de totale energie
0,004 joule is. En dan vul je dat in de bovenste en dan weet je dus dat 0,004 is een half mv kwadraat. En daaruit haal je dat v is 0,14 meter per seconde. En je hebt de snelheid berekend. Even een handige formule afleiden dat je heel eenvoudig de maximale snelheid kunt berekenen. Wat is dat? Wel, je weet dat voor een veer geldt dat de totale energie gelijk is aan een half keer c keer u max in het kwadraat, ofwel half c a kwadraat. Die hebben ze net gebruikt. Je weet ook dat voor totale energie geldt een half keer m keer v max in het kwadraat. Die hebben ze net ook gebruikt. En die twee kun je dus aan elkaar gelijkstellen. Ja, dus dan krijg je dat de v max kun je berekenen met amplitude maal veerconstante gedeeld door massa. Nou, dat is 1. Ja, dat is nog niet echt super handig, maar we gaan even verder, want de trillingstijd, die is 2pi maal de wortel van m gedeeld c. Nou, dan zie je dus hier al m gedeeld c, hier heb ik c gedeeld door m, dat is precies tegengesteld. Kortom, hieruit kun je herhalen dat die wortel van c gedeeld door m, die hier ook staat, ja, die is dan gelijk aan 2pi gedeeld t, dat kun je hieruit halen. En dat betekent dus dat je hem daar in kunt vullen, oftewel de maximale snelheid kun je berekenen met 2pi maal de amplitude gedeeld door de trillingstijd. Dat is op zich een redelijk vlot iets. En het is ook makkelijk te onthouden, want de maximale snelheid is 2pi maal a gedeeld door de trillingstijd. Wat is dat eigenlijk? Onthoud dat, van dat is eigenlijk hetzelfde als de snelheid van de cirkelbeweging, namelijk afstand gedeeld tijd. En de afstand, dat is de omtrek van de cirkel 2pi maal r gedeeld door de tijd. Kijk, en dit ging over een harmonische trilling. Een harmonische trilling had alles te maken met een cirkel. Dus dit is eigenlijk de omtrek van een cirkel waar die harmonische trilling mee te maken had. Ja, dus als je weet van, hé, de omlooptijd van de snelheid bij een cirkelbeweging is 2pi maal r gedeeld door de trillingstijd, dan is dit ook heel eenvoudig te onthouden. De maximale snelheid bij een harmonische trilling is 2pi maal amplitude gedeeld door de trillingstijd. Oké, ieder voorwerp kan op de een manier eenvoudig in trilling worden gebracht. Ja, denk aan een schommel, aan een slinger van de klok, een wipkip. Alles heeft een eigen trilling waar je lekker mee kan trillen of eventueel eigen frequenties. Proberen iets in trilling te brengen zonder de eigen trilling, dat lukt niet zo lekker. Als je naar voren gaat, je benen recht, hè? Ja? Goed zo! Ja, een eigen frequentie, dat gaat het beste. Ja, je moet, als je iets in trilling wilt brengen, de eigen frequentie gebruiken. En dat wordt resonantie genoemd. Iets gaat lekker trillen als je hem iedere keer de eigen frequentie geeft. Soms is het makkelijk resonantie, bijvoorbeeld om een schommel in beweging te brengen. Maar als je bijvoorbeeld een glas voor een luidspreker zet en het glas heeft dezelfde eigen frequentie als het geluid, dan gebeurt er... Thuis proberen. Je mag het zelf weten. Tot ziens.